deze ranzige wc. Vandaag is hier in Vrijdag de voorronde van de kunstbende, waar creatief talent tot en met 19 jaar strijdt in verschillende categorieën, zoals muziek, DJ en toneel. Op 2 foutjes na ging het verder wel goed, dus ik ben wel tevreden op zich. Ging het wel goed? Ja, ja, je hoeft natuurlijk nooit fouten te maken, maar nee. Dat is een hele leuke ervaring verder. En wat vind je nou belangrijk in zo'n set om te bewerkstelligen, zeg maar? Dat je vooral je kunst laat zien, daar probeer ik ook vooral op te richten. Dus dan wat je kan, dat je dan alles laat zien. En ja, ook eigen muziek draaien als je dat hebt. Nu heb ik geen eigen muziek, maar als je het hebt, dan zal ik dat zeker laten horen. Mm-hmm. En werk je daaraan? Ja, ik wil in de toekomst ook edits gaan maken. Dus dan ga je van een bestaand nummer ga je een eigen versie maken als het ware. Hoop je door kunstbende verder te komen hiermee? Ja, dat zeker. Je leert natuurlijk ook mensen hier kennen. Dus die kunnen je ook natuurlijk helpen op het gebied daarvan. Dus stel je komt iemand tegen, bijvoorbeeld Michel. Die heb ik hier leren kennen als een vriend. Die draait, heeft ze meteen het ook gedraaid. Mm-hmm. Maar die heb ik ook gewoon contact mee. En die draait dan wekelijks volgens mij in clubs. En ook dat is heel leuk om daar dingen van te leren. Ja. Voorronde van de kunstbende. Ja. Hoe is het tot nu toe? Anders dan normaal, ja. Heel erg anders, omdat er geen publiek is. En dat is normaal, vind ik, altijd wel het leukste van de dag. Mm-hmm. De chaos, deelnemers die vrienden en familie meenemen. Ja. Dat is nu helaas niet, maar het is wel heel leuk. De jongeren vinden het ook heel leuk, het gaat goed. We hebben een livestream. Ja, ik ben best wel tevreden eigenlijk. Wat heb je willen overbrengen? Ja, hoe het in het hoofd van iemand met FOMO omgaat en waarom het dan zo'n groot probleem is. Want heel veel mensen, ook die ik ken, hebben dit probleem. En ik vind dat we zeker nu met sociale media, dat we daar wel wat meer aandacht aan mogen besteden. FOMO staat voor de Fear of Missing Out. Dit gebeurt heel erg door de opkomst van sociale media. Dat je ziet dat je vrienden of je kennissen op een feestje zijn en het superleuk hebben en jij zit thuis. En denkt, waarom ben ik daar niet? En dat kan ertoe leiden dat je heel veel stress krijgt of slapeloosheid. En elke cel in mijn lichaam schreeuwt, ga daar naartoe, want je wil geen moment missen toch? Ik denk dat het FOMO-probleem groter is dan alleen, oh, ik moet op elk feestje zijn. Want als je op elk feestje bent, dan ben je nog steeds niet gelukkig, want blijkbaar heb je dat zo erg nodig. Dus er ligt iets onder en ik denk dat dat enorme eenzaamheid en onzekerheid is. Dat is denk ik het grootste probleem. En als ik daar dan eenmaal ben gekomen, dan wil ik hier zijn, in mijn bed en alleen zijn. Dat kan ik niet. Wat het leuke aan zo'n dag is dat je kunt je creativiteit kwijt op een podium. Je krijgt feedback van een jury, van professionals. En je ontmoet eensgezinden, dus andere creatievelingen. En dat werkt heel erg inspirerend, motiverend. Dus als ik uit eigen ervaring mag spreken, is dat wat zo'n dag eigenlijk heel belangrijk maakt. De ontmoeting tussen mensen die gewoon creatief bezig zijn.